sowieso een hele aparte situatie, want we hadden ons al een keer eerder voorbereid op Feyenoord. Vrij recent nog, en die wedstrijd werd op het allerlaatste moment afgelast. Dus het grootste gedeelte van je voorbereiding op Feyenoord hadden we al. En dan de afgelopen dagen waren helemaal hectisch, voor mij in ieder geval. Omdat ik uit voorzorg niet bij de wedstrijd in Heerenveen ben geweest. Terwijl ik zelf negatief was getest op corona. Ja, dan moet je zo'n wedstrijd thuis kijken. Nou, dan heb je weer even het supportersgevoel. En dat is een heel vervelend gevoel, kan ik je vertellen, als je voor de televisie zit te kijken. Tenminste, de eerste helft. De tweede helft niet. De tweede helft hebben we denk ik heel goed gespeeld. En het voordeel misschien van zondag was, is dat ik daarvoor op mijn gemakje wel naar Twente Feyenoord heb kunnen kijken. En Feyenoord onze komende tegenstander is morgen. Hoe zit je dan voor de tv? Nou, ik begon uiteraard met wat afstand, maar met de kinderen om me heen. Die zaten ook te kijken. Maar na een minuut of 25 was iedereen weg. En zat ik nog alleen. Nee, de eerste helft om op tv te kijken, dat is frustrerend. Omdat we niet goed speelden. En dat kan ook. Want ik heb in mijn carrière ook zat slechte wedstrijden gespeeld. Dat komt vaker voor. Alleen dan baal je ontzettend, omdat je weet dat we beter kunnen. En daarvoor was ik wel heel blij met de tweede helft. Want de tweede helft had ik wel het gevoel, thuis in mijn eigen woonkamer, van ja, wij gaan absoluut de 1-1 maken. En ik had zelfs nog het gevoel dat we eroverheen konden gaan. Alleen de 1-1 viel eigenlijk pas laat, nog maar een paar minuten daarna. Dus ja, eigenlijk met een dubbel gevoel zit je dan in zo'n woonkamer. En wat ik net al zei, dan begrijp je ook wel weer een beetje hoe andere mensen zich voelen. Hou je ook contact met de staf die wel langs het veld staat? Ja, ik heb wel de... Omdat Sascha er ook niet bij was, hadden we Sander van Gessel toegevoegd. Samenwerking met Sander is sowieso altijd al close, omdat hij op onder 21 zit. En Sander zat denk ik op de tribune, dus ik stond in rechtstreeks contact met Sander. En dan heb je af en toe wel eens wat contact. Maar het is ook niet zo dat we continu een live verbinding hadden. Omdat ja, als je op Fox kijkt, dan zie je gewoon veel minder dan wanneer je zelf in het stadion bent. Dus moet je ook niet met alles willen bemoeien. Kan je vertellen wat er in die eerste 25 minuten gebeurde toen je de wedstrijd aan het kijken was? Hoe ging iedereen opeens weg? Nou ja, je laat een paar keer je emotie zien op de bank. Maar dat had ik daarvoor ook al bij de wedstrijd Twente-Feyenoord. Daar zag ik ook een paar dingen dat ik bij mezelf dacht, hoe kan dit op eredivisieniveau op dat moment? En toen zei de kleinste tegen mij van, pap, het is maar voetbal. En toen zei ik, ja, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Dus toen werd ik wel weer wat rustiger. Maar ja, toen daarna kwamen we in onze eigen wedstrijd. En dan ben je zo emotioneel bij betrokken. En ik weet ook wat wij kunnen. En als je dat dan niet ziet de eerste helft, ja, dan baal je daarvan. Dan raak je op sommige momenten wat gefrustreerd in de hoop. Of met een goede bedoeling, omdat je weet dat ze het wel kunnen. En dat hebben de tweede helft gelukkig laten zien. Dus ik denk dat die kinderen op een gegeven moment dachten, nou, laat hem maar even hier zitten. Want stel je voor dat het dadelijk nog 2 of 3-0 wordt, dan komt het stoom helemaal uit zijn oren. Maar het tegendeel was waar. De tweede helft kon je eigenlijk rustiger en rustiger op de bank gaan zitten, omdat het een kwestie van tijd was dat die 1-1 zou gaan vallen. Op dit moment is eigenlijk zeker dat Arjen, Ahmed en Assor er niet bij zijn. En dan hebben we 3 jongens waarvan we vandaag na de training of uiterlijk morgen de knoop moeten doorhakken of ze wel of niet inzetbaar zijn. Dat zijn Patrick Joosten, Gabriel Gudmundsson en Ramon Lundqvist. En van alle andere jongens verwacht ik op dit moment dat ze er morgen gewoon bij zijn. We hebben nog 1 training te gaan, dus ik verwacht daar verder geen bijzonderheden. Maar je weet het nooit. Feyenoord heeft zondag een slechte wedstrijd gespeeld. Maar het zegt ook wel wat dat ze hem dan toch niet verliezen en gewoon gelijk spelen. En Feyenoord heeft dit seizoen laten zien dat het gewoon een sterk team is. Met een aantal spelers met veel individuele kwaliteiten. Dus het is niet zo dat wij zomaar even van Feyenoord gaan winnen. Wij zullen een goed niveau moeten halen, maar als we dat doen, dan kunnen we zeker een resultaat halen. Ik denk dat we de laatste 2 thuiswedstrijden tegen Feyenoord, dat ik trainer was. 2 keer thuis tegen Feyenoord gespeeld tot nu toe.
hebben er denk ik twee keer een uitstekende prestatie geleverd. Volgens mij mijn eerste jaar wonnen we met 1-0. En vorig jaar geloof ik 1-1. Het waren hele boeiende, aantrekkelijke wedstrijden om naar te kijken. Ondanks dat er niet heel veel goals zijn gevallen in die wedstrijden. Maar het waren denk ik wel hele leuke wedstrijden om naar te kijken. Nou, hopelijk kunnen we daar morgen weer voor zorgen. En uiteraard ook ervoor zorgen dat we dan wederom met een van de voorgaande resultaten uit de twee edities onder mij van het veld stappen. Want dan heb je minimaal een punt of zelfs drie. En dat is wel waar we voor gaan.